Welkom bij een speciale editie van de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berendsen. Ik ben founder van Zomeropleidingen. En in deze reeks ga ik in gesprek met de trainers van Zomeropleidingen. Er zullen verschillende uiteenlopende onderwerpen aan bod komen die aansluiten op onze filosofie van Holistisch Leven. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En ik zit hier met trainer Daisy den Dekker. Trainer ook dus bij Zomeropleidingen. En ze heeft ook haar eigen praktijk, Daisy Dream. Ja. Superleuk dat Daisy aanwezig is. En wij gaan het vandaag hebben over kleuren. En kleuren die ook invloed hebben op jouw emoties, op je gemoedstoestand, op hoe kleuren die je draagt invloed kunnen hebben op, nou ja, ook hoe jouw dag vordert, de flow. We gaan het ook hebben over chakra's. Nou ja, behoorlijk wat informatie. En ik denk heel waardevol en leuk, omdat we natuurlijk heel vaak met, nou ja, kleding, kleur dus ook te maken hebben. Nou, dan zijn jullie ook vast nieuwsgierig wie Daisy is. Daisy, wil jij je even voor de kijkers voorstellen? Ja, ik ben Daisy den Dekker en sinds alweer bijna een jaartje mag ik ook trainer zijn bij Soma. Dus dat is hartstikke leuk, vind ik heel dankbaar voor. En daarnaast heb ik dus mijn praktijk, Daystream, in het dorpje Zeeland. Dus ja, leuk dat dit allemaal zo zich ontvouwt en op mijn pad komt. Ja, mooi. Nou, ik zei het al even, we gaan het dus hebben over kleur, over kleding, over wat voor een invloed kleur op je heeft. We hadden die voorbespreking al, dat vond ik wel heel erg leuk, want ik heb ooit een cursus gevolgd en ik was toen zelf 16, ja, en ik ben alweer bijna 40, dus dat is alweer een hele lange tijd geleden. Maar dat heeft wel heel veel invloed en heel veel indruk ook op mij gemaakt. Omdat ik me toen pas realiseerde dat kleuren je dus ook kunnen ondersteunen bij hoe je voelt, bij wat je wil uiten, maar ook soms dat je intuïtief de juiste kleding aantrekt die je op dat moment misschien beschermt of een sterker gevoel geven of juist die lichtheid dragen. Misschien ook voor de mensen die ons nog niet zo goed kennen, Zomeropleidingen dan, hebben de trainers ook altijd witte kleding aan bij de Reiki 1, de Reiki 2 en de Reiki 3 cursus. Omdat wit natuurlijk de hoogste trilling heeft, de hoogste kleur is waar eigenlijk alle kleuren in samenkomen. En zo kunnen wij ook die zuiverheid weer doorgeven in, nou ja, in de cursus die we geven. En de Reiki Master zijn ook de studenten in het wit. Nou, we gaan het dus over hebben, Daisy. Erg nieuwsgierig waar jij allemaal gaat vertellen. Maar vertel even, hoe ben jij op dit thema gekomen? Want ja, het is natuurlijk ook niet voor niets. Nee, nou ja, ik kom dus uit de kledingbranche. En ik heb 15 jaar kledingwinkel gehad. Maar daarnaast was ik ook had ik ook een agentuurschap, zeg maar, voor een Frans modelabel. Mm-hmm. Dus zo kwam ik vaak in Parijs, waar ik dan daar op kantoor, zeg maar, die collecties allemaal mocht uitzoeken voor de Nederlandse klanten. En het leuke was dat op een duur zag je er een patroon in. Zeg maar, je zag een patroon in welke kleuren standaard door Nederland gekozen werden en welke kleuren, want er zaten natuurlijk allemaal Europese vertegenwoordigers van elk land iemand. En oranje was bijvoorbeeld in België en in Frankrijk super populair. Maar in Nederland gaan mensen bijna geen oranje dragen. Alleen op Koningsdag. Ja, dat klopt. Dat is waar. Ja. Dus het is ook nog een keer heel erg afhankelijk per land, zeg maar, welke kleur je dan. Ja. Wat was het bij Nederland vooral? Ik ben wel nieuwsgierig naar. Zwart. Ja, hè? Toch wel veel zwart, hè? Ja, heel veel zwart. Ja. Maar ook kobaltblauw is ook echt heel Nederlands. Ja. En Nederland is natuurlijk toch wel heel erg van doe maar gewoon, hè? Dan doe je al gek genoeg. Ja. En blauw staat ook wel voor het intellectuele en het, het stabiele, maar ook het laten zien dat het veilig is. Dat het, ja, en wij kiezen nou eenmaal gewoon voor veilige kleuren hier over het algemeen. Ja. En dat was ook echt iets waar ze mij echt altijd om uitlachten, dat ik dus altijd hetzelfde koos. Maar ja, dat doen wij nou eenmaal hier. We dragen vaak allemaal hetzelfde. Ja, gaan we mee met trends, hè? Dan is het een beetje beige? Nee, het is niet echt beige. Wat roomwit, hè? Beetje roomwit is, want ik weer heel erg in nu. En dan weer, je hebt toch weer even dan de trends wel, maar... Ja, nou, en dat is dus ook zo mooi, want bij roomwit
Dat is echt super logisch dat we nu die kleur zo graag dragen. Ook al is het winter. Want vroeger echt, dan raakte je aan de straatstenen niet kwijt, hoor. Wit in de winter. Maar nu zie je inderdaad heel veel mensen roomwit dragen in de winter. Ja. En heeft echt alles te maken met de situatie waarin we in zitten. Hè? Want er is zoveel licht nodig. Er is zoveel zuiverheid. Hè? Wit heeft ook heel veel zuiverheid in zich. En dat is wat we graag willen nu. We willen zuiverheid. We willen alle kleuren eigenlijk tegelijk tot ons nemen. Omdat er nou eenmaal... omdat het iets moeilijker is op dit moment in de maatschappij. Ja. Dus super logisch. Maar in andere landen zie je dan toch veel meer variatie in stijlen. Ik weet nog een tijdje terug, had iedereen witte sneakers. Ja. Ja, nou, dat, dat is echt Nederlands. Ja. Dat, hier zie je dat iedereen dan die witte sneakers ook draagt. En als je dan... Ik weet nog wel dat ik een tijd geleden op hakjes liep. En dat er iemand van, misschien 5 jaar jonger, maar veel jonger zou ze niet geweest zijn, zei tegen mij van, nou, dat is echt zo niet in, daar kan je echt zo niet mee lopen. Ja, en dan denk ik echt van, ja, maar ik kom net uit Parijs en daar heeft iedereen dan gewoon aan. Dus het was... zie je ook wel, wat dat dan... Die structuren die wij hier vasthouden, dat is heel bijzonder om te zien, ja. Leuk, leuk. Hey, en je neemt ons dus mee op reis over kleuren. Vertel, zou ik zeggen, waar wil je mee van start gaan? Het is dus leuk om te vertellen dat... kleuren hebben gewoon heel veel invloed op onze emoties. Dus het is gewoon heel fijn als je bewust daarmee omgaat. Als je bewust eventjes voor jezelf ook... 's ochtends als je iets aantrekt, even gaat voelen van... wat kan ik gebruiken vandaag? Ja. Hè, dat je niet in je haast zeg maar zomaar iets uit de kast trekt en aandoet. Want daar kun je echt wel last van hebben op een dag. En misschien besef je het niet eens... Maar ik noem maar een voorbeeldje. Stel je voor, je hebt een meditatiedag en je gaat daarheen, zo'n lekkere retreat dag of zo. En je trekt dan even snel je rode vestje aan. Mm-hmm. En je komt daar en je beseft in één keer van, oeh, weet je, wat zijn die mensen toch allemaal op mij gefocust? Ja. en wat voel ik toch veel energie, ik kan niet goed tot rust komen. Nou, dat komt omdat die kleur rood, die heeft die energie bij zich. Dus het werkt niet voor je mee op zo'n dag. Ja. Terwijl, mocht je kiezen bijvoorbeeld voor lichtblauw. Lichtblauw is heel erg van sereniteit, kalmte. Geeft je enorm veel rust, dus dat gaat heel erg voor je werken op zo'n dag. Ja. Ja. En op die manier is het dus heel erg van belang om daar even bij stil te staan. Ja. Soms zien we kleding als niet iets heel belangrijks, maar het kan heel veel voor ons doen. Ja, want bijvoorbeeld goud is weer een kleur die je ook weer ziet terugkomen wat meer. Ook in interieur bijvoorbeeld. Ja. Waar staat goud voor dan? Ja, goud is nog een bijna hogere energie, zeg maar, dan wit. Mm-hmm. En dat staat zo ook voor overvloed. Voor een rijk gevoel. Maar niet alleen rijk in de zin van geld natuurlijk. Maar rijk in de zin van dat je je bewust bent van alles wat je hebt. Al het moois wat je eigenlijk al bezit. En dat je je daarop richt. Dus het is zeker wel een ontzettende mooie, fijne kleur die heel erg van waarde is om te dragen. Ja. Is ook misschien leuk voor de mensen die kijken. Ik heb ook, ik weet dat Masaru Emoto ook met kleuren heeft gewerkt. Masaru Emoto was natuurkundige. En die keek met water, zeg maar, aan de hand van... van water kon hij zien van nou, wat voor trilling iets had. En dus op het moment dat hij bijvoorbeeld heel veel dat mensen boosheid op water konden zetten, dan veranderde de structuur van het water. En dan zag je dus de kristallen verdwijnen in dat water. En in water waarin hij dus positieve energie had gezet, daar had hij. En zag hij dat kristallen weer terugkwamen. Dus hij had ook bijvoorbeeld echt slootwater gebruikt waar de kristallen uit waren. En dat kristallen weer terugkwamen. Natuurkundig is dat eigenlijk onmogelijk. Maar hij heeft dat dus ook met kleuren uitgetest. En zo heb ik ook gezien inderdaad dat goud een van de hoogste trillingen is eigenlijk die er is. Waardoor je dus ook je daarin dus mee kan upliften. En dus ook weer in die good vibe energy zit. Want zwart is weer een wat vrije, wat lagere trilling. Hè? Wordt ook niet voor niets gebruikt ook bij begrafenissen. Dat mensen het zwart gaan om af te sluiten. Hè? Toch? Dat is wel, Ja, en dat is heel, heel typerend. Hè? Want in Nederland is zwart echt voor begrafenissen. Terwijl bijvoorbeeld in
aan de andere kant van de wereld het gebruikt wordt in het gebruikte wit. Oh ja, juist ja, wit voor begrafenissen. Ja, in Azië zie je dat natuurlijk veel, ja. Ja, ja. En ook zwart is natuurlijk een kleur die maakt dat je niet echt gezien wordt, zeg maar. Het bevat geen kleuren. Ja. Dus als je zwart aantrekt, doe je dat meestal omdat je het gevoel hebt van oké, ik wil even niet opvallen. Ja. En als je natuurlijk verdrietig bent van zo'n, net als bij zo'n begrafenis, dan wil je even niet opvallen. Ja. Je wil even helemaal bij jezelf kunnen blijven. Ja, precies. Ja, het is ook wel een soort afsluitende. Het kan je ook helpen even af te sluiten. Misschien van prikkels van buitenaf, inderdaad, op zo'n moment. Ja, dus het is ook helpend. Hè? Het is niet alleen maar een lagere trilling. Want zwart is ook wel een kleur die heel erg staat voor elegantie. Ja, absoluut. Je ziet ook in modelabels, bijvoorbeeld in Milaan. Een tijdje liep ze alleen maar in het zwart. Ja. Heel elegant, heel mooi. Heel mooi, ja, absoluut. Dus het helpt wel om een soort wat meer af te sluiten. Ja, als je even niet wil dat de focus op jou ligt, dan is het echt de meest perfecte kleur. Samen met grijs. Ja, ja, ja. De grijs doet dat ook. De grijze ook. Muis. Ja, idee. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Oké, leuk. Dus we hebben inderdaad kleur in kleding natuurlijk, maar ook kleur in interieur of... Eigenlijk op allerlei vormen. In allerlei vormen kun je dat natuurlijk heel erg toepassen in je leven. Zeker. Hey, en laten we verder op de kleding doorgaan. Ik ben wel nieuwsgierig. Ja, weet je, het is niet alleen de kleur van de kleding, maar ook de structuur. Ja. Ik heb in de tijd dat ik heel veel mijn intuïtie aan het ontwikkelen was, gemerkt dat het me opviel dat sommige mensen bijvoorbeeld alleen maar gladde stofjes aandoen. Ja. Alleen maar stofjes die van zijde zijn of katoen bijvoorbeeld is ook vrij glad nog wel van structuur. En het viel me op dat die mensen ook heel specifiek zeg maar alles van zich af lieten glijden. Ja. Dat er mensen zijn die niet... zo graag dingen vasthouden. Voelen wat er allemaal om zich heen gebeurt. Mm. Ja. Dus ook daarin kun je daar wel mee spelen, zeg maar. Dat je denkt van, oh ja, gladde stofjes die zorgen ervoor dat niet alles aan me vast blijft kleven. Dat het makkelijk langs me afkleeft. En zoals wij, wat wol erin zit. Ja, wol is natuurlijk een hele open structuur. En wol maakt dat je dus wel eigenlijk... van alles ook kan opnemen. En, ja. Maar ook natuurlijk de warmte vasthoudt. Hè? Want het is natuurlijk ook een hele helpende stof om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld... Nou, je hebt je eigen aura natuurlijk ook nog om je heen. Dat je daar heel veel van wil absorberen. Dat je heel veel wil vermengen van wat er in je aura speelt met wat dichter tegen je lichaam aan te brengen. Ja. Dus ja. Ja, mooi. Ja, wat ontzettend gaaf dit zo te horen. Ja, echt heel bijzonder. Ja, en wat ook nog wel leuk is ook de stof die je gebruikt, bijvoorbeeld polyester, die sluit enorm af. Hè? Ja. Dus dan merk je ook, daar vinden mensen soms ook niet zo fijn, want dan word je een beetje plakkerig van. Ja, een beetje zweteriger. Ja, precies, ja. Dus dat is ook wel iets, de kwaliteit die je draagt. Hè? Polyester is niet zo hoogwaardig. Maar dat voel je dus ook echt aan je lijf, want het sluit volledig af. Ja. Terwijl als je zijde draagt, dan voel je die zachtheid van die stof, zeg maar. Stof is ook informatie, hè. Dus zijde bijvoorbeeld, dat is gewoon een hele zachte, liefdevolle, fijne stof. En als je dat dus draagt, dan kun je die informatie van die stof ook tot je nemen. Ja. En dat kan je ook echt helpen in die zin. En hoe zit het dan met eventjes out of the box, met tweedehands kleding bijvoorbeeld wat je draagt? Ja. Draag je die informatie ook van die mensen? Ja, dat is inderdaad een goeie. Want als je het koopt, dan merk je ook vaak dat je eventjes een soort van weerstand erop hebt. Hè? Niet iedereen zal dat voelen, maar als je daar wel gevoelig voor bent, dan kun je merken van oeh, dit moet ik echt eventjes eerst wassen. En misschien wil je het eerst wel een week in je kast hebben liggen. Zodat het steeds meer jouw informatie bevat. En alles wat er aan vasthing eraf is. Maar ook andersom kan het zo zijn dat je in een tweedehands winkel stuit op iets en je hebt gewoon zoiets van oh wauw, weet je wel. En je bent nog niet eens gek op de kleur of wat dan ook. Maar je wil gewoon dat kledingstuk hebben. En dat kan dus ook komen omdat daar gewoon een hele fijne energie in zit van degene die het gedragen heeft. Ja, mooi. Het is ook wel weer mooi als je kijkt naar duurzame kleding. Dat je weet van hey, het wordt vanuit goede producten, ecovriendelijk zeg maar gemaakt, geproduceerd. Dat natuurlijk
ook heel veel doet ten opzichte van kleding die gemaakt is in derde wereldlanden door kindjes misschien wel. Ja, dat maakt natuurlijk ook heel erg uit. Ja, want je draagt het toch. Je hebt het toch om je heen. Het zit zo dicht op je huid. Dus ja, ik kan me voorstellen, en je weet het niet van alles, maar er zijn natuurlijk best wel wat duurzamere merken die, waar ik ook steeds meer, weet je, waar echt op let en kleding van heb. Waarvan je weet, oké, dit is wel goed materiaal. Dus gewoon komt ergens vandaan waarvan ik weet, oké, dit heeft geen, laat niet een hele flinke footprint achter op de aarde. Of is goed gemaakt, zeg maar. Ja, dat is zo. Maar ook daar mag je echt mee gaan oppassen en zelf gaan voelen. Daarom is het ook altijd goed om kleding echt even aan te passen en te voelen hoe het is. Ja. Want het is niet altijd zoals het in de marketing verteld wordt. Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Dat is absoluut zo. Ja. Ja. Nee, maar het is wel mooi om daar dus ook bewust van te zijn. In die zin. Dat je kijkt van, wat doet het mij? En wat zegt het mij? Ja, precies. En ook echt zelf te gaan voelen hoe het voor jou is. Want ze kunnen je van alles vertellen, maar je moet alleen afgaan op je eigen gevoel daarin. Ja, nee, dat is absoluut. Ik heb daar wel veel mee zien gebeuren wanneer het klopte, zeg maar. Nou ja, daar is ook wel veel meer in de media natuurlijk gekomen. Dus dat is ook wel mooi dat daar echt wel veel aandacht aan is besteed. Van, maar naar die winkel zou ik niet gaan. Of, precies. Dus dat is inderdaad ook fijn. Je hebt ook nog een leuke oefening, toch? Ja. Ja, ik had mijn lintjes mee in allerlei kleuren linten, zoals je kunt zien. En wat ik dus vaak ook in mijn praktijk doe, is dat ik iemand eventjes, soms met de ogen dicht, soms juist wel open om te kijken wat voor kleur spreekt je aan. En dan te gaan voelen van welke kleur spreekt mij nou aan. Want dat is vaak de kleur die je nodig hebt. Ja. Dus misschien is het leuk als jij, als jij eens zonder te kijken wilt gaan voelen welke kleur jou aantrekt. Welke energie dus eigenlijk, zonder dat je de kleur ziet. Leuk. Dus dit kan je ook thuis doen. Misschien heb je niet deze lintjes. Maar kan je wel eens wat kledingstukken waar je bijvoorbeeld over twijfelt. Dat je denkt, wat zal ik aandoen? Je hebt wel van die momenten dat je een feestje hebt of iets bijzonders. Je denkt, ik wil ook wel die stevigheid hebben. Dat je een aantal kledingstukken over twijfelt. Dat je het husselt en echt gewoon gaat voelen van, wat ga ik aantrekken? En wat past op dat moment bij mij? Dus je kan dus ook je intuïtie hier enorm in laten werken. Dus ik ben benieuwd. Ik ga mijn ogen dicht doen. Met mijn linkerhand doe ik het, even goed voeten op de grond. Dat helpt natuurlijk wel. Zo, ik ga er nu gewoon doorheen. Het is lastig, want het is natuurlijk een warboel. Dus ik voel wel veel verschillende kleuren. Dus ik heb nu iets vast. Ik ga even voelen. Ja, ik ga voor deze. Kijk, roze. Heel mooi, echt fuchsia roze. Fuchsia roze. Het is niet iets wat ik heel snel zou dragen, overigens. Waar staat het voor? Ja, liefdevolle kleur, maar wel inderdaad heel intens, hè? Want het is wel een koele kleur. En die fuchsia kleur, die wil ook wel eens een beetje kil overkomen. Mm-hmm. Dus als jij graag liefdevol en heel warm wil overkomen, dan is die niet de juiste kleur. Nee. Dus, maar wat geeft deze kleur mij? Want ik trek hem nu. Ja. Ja. Wat geeft hij mij? Ja, voel maar eens hoe die voor jou. Hij voelt wel lekker. Maar het is dus niet een kleur wat ik zou gaan dragen. Maar ik voel wel gewoon liefde. Ik voel wel sprankeling. Ja, is het ook. Het is ook wel iets vrolijks heeft het in deze dagen zo. Heeft wel iets vrolijks. Ja. Ja, en het is ook een hele krachtige kleur. Misschien een sokken of zo, of als ondergoed. Nee, maar gek, grapje. Nee, maar inderdaad, het is wel leuk om hier meer over te weten. Je hebt ook nog hier wat sjaals liggen. Ja. Is misschien ook leuk om die er ook even bij te halen. Ja, dat zijn de sjaals. Wou je hier nog wat meer over vertellen of niet? Misschien eventjes nog over die kleur. Ja? Wat ik wilde zeggen is, daarom vraag ik van, voel maar even zelf. Mm-hmm. Want het is echt ook nog eens heel persoonlijk. Wat voor associatie heb jij met een bepaalde kleur? Ja, hè? Dat snap ik. Ja. Dat is ook, weet je, dat is ook zo'n mooi voorbeeld. Mijn kindjes zijn in België geboren.
En in België is het dus zo dat een meisje draagt blauw en een jongetje draagt roze. Dus dat is precies andersom. Ja, ja. Oh, dat is gek. Dat wist ik ook niet. Ja, nee, dat is dus ja, zo. Dus dat maakt ook heel erg uit wat je hebt meegekregen in die energie ja, natuurlijk. Precies, ja, precies. Ja. Want hun associëren roze met... Dat is net iets vager zeg maar, dan rood, maar het is afgeleid van rood. En rood staat voor kracht, voor energie. Ja, ja. En dat hoort meer bij een jongen. En blauw is meer de kalmte, zeg maar, de sereniteit. Ja. Ja. Ook de delicate. Ook wel, hè? Ja. Ja. Ja, en dat past dus meer bij een meisje. Zo zien ze wat dat leuk. Daar. Ja, dus het maakt ook heel erg uit wat jij er ook in opneemt. Ja, precies. Ja. Hoe het voor jou, wat het voor jou zegt. Ja. En daarom vul ik het nooit in, zeg maar, voor iemand met de betekenis die ik weet van de kleur. Want dan ga je heel snel de mist in. Want het is namelijk echt best wel heel persoonlijk. Er zit zoveel aan vast. De associaties die je in je leven hebt met het kleur, maar ook... het gevoel wat je zelf bij de kleur krijgt. Voor de een is zeg maar dit kleur heel krachtig en niet kil, maar juist dat je heel zelfstandig ergens krachtig in kunt staan. Mm-hmm. Terwijl voor een ander is het misschien wel van, oh, ik mag veel meer het speelse vrouwelijke in mijn leven toevoegen. Dus daarom probeer nooit echt in te vullen voor iemand. Mooi. Dus dat is wel leuk. Dus mensen inderdaad, als je ook met anderen gaat werken, is dat goed om inderdaad ook uit te vragen. Leuk. Ja, nou, dan pak ik even de sjaals. De sjaals, ja, want dit is ook wel heel erg leuk. Want je hebt de chakra kleuren meegenomen, sjaals. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Anders gaan we even iets naar voren. Ik zal het eventjes iets dichter bij de camera laten zien. Kijk, dit zijn alle chakra kleuren. Dus dat is ook wel leuk om te kijken, hey, wat heb ik nodig als je voelt voor wat betreft de kleur. Van hey, welk chakra mag misschien nog meer aandacht hebben. Dus dan kan je ook die kleur meedragen. En dat hoeft misschien niet eens in, zit ik even hard op te denken, in kleding. Maar bijvoorbeeld misschien ook in een edelsteen die je meedraagt, toch? Zeker, ja. Of in een kettingtje, of in een sjaal, of in een, maakt niet uit. Ja. Dat vind ik ook wel echt heel leuk. Dus inderdaad ook wat betreft kleuren van stenen die je misschien meedraagt, die je kracht geven op zo'n moment, kun je ook natuurlijk heel erg gaan kijken. Dus misschien even voor de mensen die dat dus nog niet weten. Nou ja, rood is natuurlijk het eerste chakra, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende. Dus we gaan even uit van de zeven hoofdchakra's. En jij zei ook zo mooi daar straks, ja, stel dat je behoefte hebt waarvan je weet van, goh, ik ben in situaties wat minder goed gegrond. Of ik heb dat belangrijke gesprek. Of er is iets waar ik even echt goed mag aarden. Jij zei het zo mooi. Ja, kun je dus inderdaad rood ondergoed, rode sokken aandoen. Om te helpen nog meer te gronden. Ja, zeker. Ja. Helpt hartstikke goed. Ja, dat hielp mij ook. Ik weet nog dat ik... ik was echt 16 toen ik met mijn spirituele ontwikkeling begon. En toen was ik ook echt niet goed gegrond. Mijn bovenste chakras waren wat overontwikkeld. De onderste wat onderontwikkeld. En toen zei die vrouw ook... Je kunt ook tomatensap drinken. Nou, als ik iets goor vind, is dat het wel. Maar ze zei, het is rood. Alles wat met rood te maken heeft, is goed. Nou, toen ben ik toch een hele tijd voor die rode sokken gegaan. Maar ik merkte wel dat ook alleen al je aandacht daarvoor hebben, daarmee bezig zijn. Dus ook, ja, ook al is het een placebo effect, whatever. Mind die ziet geen verschil tussen placebo en echt, want dat ga je op een gegeven moment manifesteren vanuit je gedachten. Van ik draag dat. Maakt niet uit. Als het werkt voor jou, dan werkt het. Dus een stukje aarding daarin heeft mij ook geholpen door inderdaad rode sokken te dragen. Ja, en zo zie je ook bij mensen dat ze het andersom doen. Hè? Bijvoorbeeld, ik zie wel eens mensen die totaal niet goed geaard zijn. En dan zijn ze helemaal in het paars gekleed. Dat brengt je energie nog meer naar boven toe. Ja. Maar ja. Ze hebben vaak dan een overtuiging eronder zitten. Ja. Van als ik geaard ben, kan ik geen contact meer maken met de bron, met de spirituele wereld. En die angst, zeg maar, die maakt dat ze zich nog meer gaan versterken in hetgene waar ze al veel te veel aanwezig zijn. Ja. Dus dat is ook wel iets waar je mee aan de slag mag van... Ga eens even goed voelen of het eigenlijk wel helpend is wat je aan hebt. Ja, is wel leuk. Ja. Dus ook voor als je wat met chakras bezig bent, dan zou je ook echt je chakras kunnen voelen. En dat je voelt van, hé, welke is wat onderontwikkeld of waar voel ik minder stroming bij. He, door gewoon je handen op de verschillende plekken te leggen. Kijk van, hé, wordt het warm, wordt het koud, wat gebeurt er?
En dat je dan kijkt ook van, hey, welke kleur kan ik misschien dragen ter ondersteuning? Oranje is inderdaad, precies wat je zegt, een kleur die ik ook niet snel zou dragen. Maar ik weet wel dat ik ook wel periodes dat ik bezig was met bepaalde trauma's op het gebied vanuit het innerlijk kind, vanuit mijn kindstukken. Dat ik echt ook wel veel oranje calciet heb meegedragen als steentje. Wat mij echt wel hielp. Ja. Dus dat heb ik wel heel erg ervaren. Maar ik heb ook wel eens kleine, ja, wat waren het? Kleine uitgesneden doekjes, zeg maar, heb ik ook wel eens meegedragen. Van die leren, ja, een beetje leren lapjes, zeg maar. Ook wel eens gewoon dat ik die mee had. Gewoon om die kleur of zo, toch inderdaad die informatie vanuit die kleur mee te nemen. En ik weet in ieder geval, dat doe ik nu niet meer. Maar ik weet ook wel een tijd dat ik vanuit mijn hartchakra merkte van, oh, er mag zoveel meer zelfliefde nog heen. Dat ik dan een edelsteen, een avonturijn geloof ik, of denk ik dat het was, in mijn BH ook wel eens droeg. En dan kleed ik me s'avonds uit en dacht, wat ligt daar dan weer? Hup, al mijn stenen op de grond. Maar ja, nee, maar zonder gekheid. Het kan wel heel erg helpen, ook die kleur. Je helpen daarbij die ondersteuning ervan. Dus zeker. Ja, bijzonder. Heel erg leuk. Ja. Ja, en ook als je kijkt naar bijvoorbeeld zijde. Zijde werkt ook heel erg beschermend. Je eigen energie bij je houden, zeg maar. En niet zo openstaan voor andere energie. Dus als je dan een kleur kiest waarin je inderdaad even zo'n stofje wil meedragen, kies dan voor zijde. Want ja, dat heeft dan twee Ja, en bij leer doet het me wat meer denken aan een stukje bescherming of zo. Wat meer een pantsertje of wat stevigheid. Ik denk dat ik onbewust ook wel op zoek was naar een wat dikkere huid of zo, weet je wel. Vanuit mijn HSP vroeger helemaal, ja, weet je, nam ik echt alles op. En als ik het journaal maar aanzette, dan dacht ik echt, wow, wat doen mensen elkaar aan? Weet je, dat kwam zo binnen. Dat ook het stofje heel erg afhangt van, oké, wat wil ik eigenlijk? Het gaf mij ook wel stevigheid of zo. Dat snap ik. Dus extra pantsertje. Niet dat ik dat nu meer nodig heb, want uiteindelijk maakt het panzer ook, het was een tijdelijk hulpmiddel, laat ik het zo zeggen. Weet je, nu als je heel erg in je kracht bent en thuis bij jezelf, dan heb je dat natuurlijk niet meer zo nodig. Misschien een periode even. Ja, precies. En je kunt natuurlijk ook altijd, als je die kleur niet hebt of niet bij je hebt of wat dan ook, een visualiseren in je aura, hè? Ja, maar dat is want dat helpt natuurlijk ook heel erg goed. Ja. Is dat een oefening die we kunnen doen? Vind je dat leuk om eens Ja. Ja? Dat is prima. Ja? Nou, dan gaan we live. Als je mee wil doen, doe lekker mee. Dus dan gaan we de kleur in de aura visualiseren die je nodig hebt. Dus ik denk deze neemt ons eerst mee naar welke kleur je nodig hebt en dat we die dan opnemen. Dus ja? Ja, helemaal leuk. Nou, misschien is het goed om dan eerst eventjes lekker je ogen te sluiten en even goed met je beide benen stevig op de grond te staan. Wat ik altijd doe om te kijken of ik al die kleuren, zeg maar, goed in mijn aura aanwezig heb. Ik ga mijn chakras af. Dus ik ga eerst beginnen met de wortelchakra. En dan zie ik ze voor me, zeg maar, als een soort lotusbloemen. En die lotusbloemen laat ik een beetje openstaan, als ze niet al open stonden. En vanuit die wortelchakra ga ik dus die rode kleur, die ga ik naar buiten laten stromen. En je aura in, zeg maar. Ja, aura in, inderdaad. En dan ga je eventjes voelen van, oké, stroomt er te veel rood in, dan neem je iets gas terug, dan zorg je dat het iets gedimd wordt. Hè, dus zorg ervoor dat het een rode, heldere kleur is. Dat hij niet te donker wordt en ook niet te waterig licht is, maar dat hij dus gewoon mooi helder rood is. En als je dat dan voor elkaar hebt, dan ga je dus naar de volgende chakra, naar de oranje, hè, de tweede chakra. En dan ga je hetzelfde doen. Dus je zet weer die lotusbloem mooi open. En je laat die oranje, heldere oranje kleur naar buiten toe stromen. Oké, en dan gaan we door naar de derde chakra. De zonnevlecht. Die is geel van kleur. En dan mag je weer even die lotusbloem mooi openzetten. En niet alleen aan de voorkant, maar ook aan de achterzijde. Dus laat maar zowel van voor als aan de achterkant
die gele kleur, zeg maar, je aura in vloeien. En vervolgens ga je nog iets meer naar boven, rondom het hart. Waar de hartchakra zit, die is groen van kleur. En ook deze laat je weer even mooi in die lotusbloem opengaan. En dan laat je die groene kleur, die heldere groene kleur, die laat je zo je aura binnenstromen. En ook hier voel je voor jezelf weer eventjes of die mooi helder van kleur is. Of dat je er misschien iets mag bijstellen. Ja, als die groen, als die donkergroen van kleur wordt, dan visualiseer je dat die iets lichter mag worden. En als die heel waterig, lichtgroen is, dan maak je hem iets donkerder. En vervolgens gaan we naar de keelchakra. En laat je dus weer even die lotusbloem mooi openstaan. En visualiseer in lichtblauwe kleur. Helder lichtblauw. Dus niet te waterig blauw, maar helder lichtblauwe kleur. En dan ga je even met al je focus naar je derde oogchakra. Deze is meer kobalt van kleur. Dus die is van zichzelf al wat donkerder. En dan zet je ook hier weer even die lotusbloem mooi open. Zowel van voor als van achter. En dan laat je ook deze kleur weer even mooi door je aura heen stromen. En als laatste ga je dus naar je kruinchakra. Deze staat naar boven toe open. En kijk maar of je hem mooi ver open kunt zetten. En deze wordt zowel als een paarse kleur gezien als een witte kleur. Dus kijk maar eventjes voor jouzelf hoe die zich ontwikkelt, hoe die kleurt. Of die mooi helder wit is van kleur. Of dat die paars wordt. En ook hier geldt weer een mooie heldere kleur paars. Dus niet te donker en niet te licht. En ook voor de witte kleur, als je witte kleur ziet, zie dan die zuivere, witte, heldere kleur. En mocht het iets meer naar het room gaan of bijna onzichtbaar worden, ook dan kun je hem dus weer bijstellen zoals die hoort zijn. En voel maar eventjes voor jezelf of deze kleuren nu allemaal mooi door je aura heen lopen. Of dat er misschien nog een kleur is die achterblijft. Of een chakra waarvan het kleur niet zo lekker doorstroomt. En dan kun je dus via die visualisatie kun je dus die kleur gaan bijstellen. Kun je gewoon iets gaan veranderen, zodat al die kleuren mooi in balans zijn. En tenslotte is het dan wel belangrijk dat je nog eventjes een gouden rand, alsof je in een gouden ei, gouden cocon zeg maar, komt te zitten, eromheen visualiseert. Zodat de energie mooi bij jou blijft. En als je dan voor jezelf gekeken hebt of alles mooi stroomt qua kleur en of je gevoel daarin ook goed is, dan sluit je weer eens gaan af. Dus je mag weer goed voeten voelen, hè? En bewegen, wat fijn. Ja. Je handen draait veel.
Dat is mooi, dankjewel. Ja. Ik heb dit wel eens gedaan, Daisy. Wat ik nu voorstelde was eigenlijk de laag dichtste om mijn lichaam. Dus ook de eerste laag van de aura. Ja. Dus ook voorgesteld dat die rood was. Oh, en dat daar omheen de laag oranje kwam. De tweede en dan geel. Oh, ja, zo kan het en ook, dan, ja. Zo dus zeg maar alle kleuren. En dan de buitenste laag naar het gouden rand. Dus dat je van binnen naar buiten ook de lagen hebt van de aura. Ja, grappig. Ja, dat kan natuurlijk ook inderdaad. Ja. Ja, die heb ik ooit eens geleerd. En toen dacht ik, toen het gebeurde eigenlijk een soort van vanzelf. Dus ik dacht, oh, dat is echt fijn ook om weer te doen. Dan heb je ook die laag die bij die laag past ook helemaal zo om je heen. Dus eigenlijk als een soort echt een ui met die laagjes. Dus misschien voor als je thuis denkt, oh, dat was een fijne oefening. Kun je die eventueel ook nog even als variatie daarop doen. Ja. Maar ik vond hem heel prettig om weer even te doen. En ook vond ik het fijn om die achterkant ook weer even mee te nemen. Zo van, oh ja, dat is iets waar we natuurlijk minder op gericht zijn. Wat gebeurt er achter je, die zijkant en zo. Ja, het was heel fijn om ook weer even met aandacht in het hier en nu te zijn. Ook met die kleuren zo. Dus ja, en ook leuk voor de mensen thuis dat je eens gaat voelen van, oh ja, welke kleur ging nou makkelijk? Welke lotusbloem stond open? Wat ik heel fijn vond, wat je ook zei, is van, hey, wordt die wat waterig of is die wat te donker? Dat als je dit vaker doet, ga je misschien ook wel ontdekken welke chakras wat overontwikkeld zijn. Dus dat zijn vaak de wat heftigere kleuren of onderontwikkeld. Dat zijn vaak de wat hele lichtere, ijlere kleuren. En dat je op die manier ook op kleurniveau je chakras en je auralagen dus ook kunt voeden. Dus, ja, precies. Ja. Ja, en ook het verschil tussen de voor- en de achterkant. Want van voor kan die wel overactief zijn, terwijl die aan de achterkant bijvoorbeeld heel onderactief is. Onderactief is. Ja, dat zie je nog wel eens. Ik zie het bij behandeling nog wel eens bij het hartchakra. Dus dat de voorkant dan helemaal open staat naar de ander. Maar dat de hartchakra eigenlijk de aandacht en de liefde die je hebt voor jezelf, dat die wat korter op het lichaam zit. Dus dat daar eigenlijk vooral de aandacht nodig is van, hey, heb je zelf ook lief? Geef je hart, je eigen hartchakra ook aandacht. Ik vond het een super fijne oefening en een super interessante workshop is het eigenlijk bijna zo, zeg ik. Heb jij nog dingen, tips die je mee wil geven aan de mensen thuis die nu aan het luisteren zijn? Wil je nog iets meegeven aan ze? Ik zou wel mee willen geven, vandaag jezelf ook eens uit daarin. Want soms heb je een kleur heel hard nodig, maar heb je hem echt totaal niet in je kast liggen, omdat hij misschien wat ongemakkelijk nog aanvoelt. En dan is het dus heel mooi om daar eens mee te gaan oefenen. Ook al ben je een dag thuis, dat je dan eens die kleur draagt. En kijkt of het wel iets voor je doet of niet. En eventueel gewoon in de vorm van een sjaal. Hè? Dat je niet meteen naar de winkel hoeft te gaan en alle kleuren van de chakras in je kast hoeft te hangen. Maar of met een stofje in je zak. Maar inderdaad, ja, ga eens op onderzoek uit, zou ik zeggen. Leuk. Ja. Nou, ik vond het echt super waardevol. Ik hoop jullie thuis ook. Heb je nog vragen ook voor Daisy? Heb je zoiets van, nou, ik wil Daisy wel vaker terugzien en misschien nog wel meer op dat onderwerp, of misschien wel vragen of in, ja, zeg maar nieuwe ideeën voor de podcast, stuur even een mailtje naar marjolein@zoma-opleidingen.nl en dan horen we dat graag. Lieve Daisy, dank je wel voor deze mooie podcast. Vond het echt heel waardevol. Ik heb ook weer echt alles wat ik heb geleerd over kleuren en kleding weer helemaal opgefrist en opgehaald. Dus nou, weer heel waardevol. Dus, en die fuchsia, die ga ik op een bepaalde manier wel even meedragen. Ja, hele goeie. Dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl voor meer informatie over de cursussen en opleidingen die we aanbieden. Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vind je deze podcast leuk? Volg ons dan via je favoriete podcast app of abonneer je op ons YouTube kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week!